zijn er al. Hi! Welkom bij weer een nieuwe Lola Lisa video. Het is een beetje een rare tijd, want we zitten er over het algemeen allemaal een soort zo bij. Dankzij het coronavirus moeten we bijna allemaal thuis werken of kunnen we niet eens werken. En daarom heb ik in deze video 5 leuke tips voor je die je in deze quarantainetijd kunt gaan doen. Laten we beginnen met tip 1. En mijn allereerste tip is: kleed je aan. Sta 's ochtends op en trek iets aan. Om nou heel de dag in je onesie te lopen, dan is het net alsof het elke dag zondag is, hè? En dan duren dagen echt heel lang. Dus laten we eerst even iets fatsoenlijks aandoen. Zo, dit is een stuk beter. Laten we beginnen met tip 2. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn telefoon ontploft van de foto's. En ik ben ook zo iemand die dan één keer in de zoveel tijd denkt: oh, deze foto's zijn zo leuk, die moet ik uitprinten. En dan ga ik er een collage van maken of ik ga een plakboek maken. En dat doe ik dan eigenlijk nooit. En nu is dus het moment om daar echt een collage of een plakboek van te maken. Het enige wat je nodig hebt zijn jouw foto's, een lijst of een oud boek, een plakboek, een schetsboek, natuurlijk fotolijn en een schaar. Nou, en dan begin je gewoon lekker met knippen. Knippen en plakken. Nou, ik kan me hier uren mee vermaken, maar laten we doorgaan naar tip 3. Voor tip 3 neem ik je mee de keuken in. Want ik ben namelijk zo iemand die periodes heeft waarvan ik denk: ah, ik ga heel veel lekkere dingen of gezonde dingen bakken. En dat doe ik dan 1 keer of misschien 2 keer. En vervolgens blijven de restjes daarvan toch nog wel een beetje staan. Dus als jij ook zo'n la, kastje of stukje in de kelder hebt waar je al die spulletjes hebt staan waarvan je denkt: ja, wanneer ga ik daar wat mee doen? Nu is je moment. Bakken met Leo, jongens, dit wordt wat. Kom, 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 kom. Nee, oh. Oké, ik ga denk in de bedroom. Ik hoop dat dat kan, anders heb ik het verpest. Nu is het weer helemaal dun. Opnieuw. Nou, het ziet er nu zo uit. Ik ga hem in de oven doen. En ik ben heel benieuwd hoe hij eruit gaat komen. En in de tijd dat mijn cake in de oven staat, kunnen we aan de slag met tip 4. Voor quarantaine tip 4 heb je vooral je telefoon nodig. Ik heb hem hier alvast klaargezet. Want nu iedereen meer op social media zit, is het een perfect moment om eens wat meer met video te gaan doen. Dus speciaal voor jullie ga ik vandaag mijn eerste echte TikTok video opnemen. Komt ie. Even snel een outfit wisselen. Komt ie. Zo, en nu dat gelukt is, is het tijd voor mijn laatste tip, tip 5. En daar heb je ook gewoon je telefoon bij nodig. Kom. Tip 5. Voor deze tip ben je blij dat je ook een beetje bent aangekleed. Want in deze tijd zou het zomaar eens kunnen dat je baas je video belt. Of dat je oma video belt om te vragen hoe het met je gaat. Zorg ervoor dat je jezelf niet helemaal isoleert. Het is niet verstandig om naar buiten te gaan, maar je kunt natuurlijk wel online met mensen afspreken. Dus ik dacht, laat ik even online met mijn moeder op de thee gaan. Lekker in mijn chillbroek, maar wel met een beetje leuk trui aan. Ik heb een lekker kopje thee bij de hand en je vraagt je misschien af: hoe is het met jouw cake? Nou, dus wel goed gelukt. Hi mam, ik ben een Lola Lisa video aan het maken en ik had als tip: ga gezellig video bellen met je moeder. Nee toch, ik hoef niet erop hoor. Oh, nou dan haal ik je eruit. Dat is jammer. Nou, veel plezier hier verder. Ja, dankjewel. Doei mam. Doei. Doei. Dit waren mijn 5 quarantaine tips. En ik hoop dat je ze tof vond. Ik hoop dat je er iets mee gaat doen in deze rare dagen. En ik wil je heel erg veel kracht en gezondheid wensen voor de komende tijd. Stay home, stay safe. En ik zie je heel graag terug bij een volgende Lola Lisa video. Bedankt voor het kijken. Doei.